Een bijzondere dag hier op woonzorgcentrum De Bunterhoek in Nunspeet. Egbert van der Stegen kan er alles over vertellen, want wat voor heugelijke moment vieren we hier vandaag? Ja, we hebben lang gewerkt naar dit moment. Het is de start van de bouw van de nieuwe Bunterhoek. We vieren vandaag eigenlijk het startmoment, het onthullen van het bouwbord. En we ondertekenen de contracten met de aannemer die het gebouw gaat bouwen. Is het een lang proces geweest om tot dit moment te komen? Ja, dat is een heel lang proces geweest, want er bestaat al vele jaren de behoefte om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen. Maar door de crisis is dat eigenlijk allemaal uitgesteld en gedaan. Nu zijn we zover dat we een nieuw plan hebben, wat mede dankzij de inzet van de gemeente Nunspeet, de ambtenaren, maar ook de politiek, zijn we nu zover dat we het echt kunnen gaan realiseren. Dus daar zijn we heel blij mee. Want hoe ziet het er de komende tijd uit voor zowel de bewoners, maar ook de planning? Nou ja, we gaan proberen om de komende anderhalf jaar het gebouw neer te zetten. Dat betekent dat de bewoners daar best wel overlast van gaan krijgen. Want voor de huidige Bunterhoek wordt de nieuwe Bunterhoek gebouwd. Sommige mensen die hebben tussen de nieuwe muur en het huidige venster van hun appartement, daar gaat straks een meter tussen zitten. Dus dat wordt heel dicht gebouwd. Maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. En daar waar mogelijk de mensen te verhuizen naar een kamer waar ze wat meer uitzicht hebben. Ze hoeven dus niet naar een andere locatie toe? Nee, dat is het grote voordeel. We hebben ook in Elburg een nieuw woonzorgcentrum verbouwd. Daar zijn de mensen die zijn verhuisd naar Wapenveld voor 7 maanden. Dat hoeven de Nunspeetse bewoners gelukkig niet te doen. Die kunnen rustig blijven wonen in hun huidig appartement. Wat gaat er allemaal anders worden in het nieuwe complex? Nou, het nieuwe complex kent twee soorten appartementen. Dat zijn zogenaamde zorgstudio's die binnen een kleinschalige woonvorm worden gesitueerd. Een kleinschalige woonvorm is een groep van 12 mensen die daar gezamenlijk een soort van huishouden vormen. Het zijn vaak mensen die lijden aan dementie. Aan de andere kant zijn er ook de wonen met zorgappartementen. En de wonen met zorgappartementen, daar wonen mensen zelfstandig. En hebben, ja, nu in tegenstelling tot nu, hebben ze eigenlijk één kamer waar alles in moet gebeuren. Slapen, wonen. Gewoon lekker verblijven. Wordt dat straks 2-kamerappartementen met een aparte slaapkamer en een aparte douche. Het oude complex, dus eigenlijk het complex waar we nu in staan, dat verdwijnt gewoon helemaal? Of komt er nog wat voor in de plaats? Nee, het huidige complex blijft staan totdat het nieuwe klaar is. En daarna wordt het afgebroken en dan is het eigenlijk de tuin van de nieuwe Bunterhoek.